debuteert straks op een Grand Slam. Hoe heeft je voorbereiding eruit gezien op deze Grand Slam? We zijn 2 weken geleden op trainingsstage in Keulen geweest. Daar hebben we hele goede training kunnen maken met de Duitse meiden daar. En gewoon de trainingen hier. Goede training kunnen maken en fit om dadelijk op de mat te staan in de divisie. En wat zijn jouw verwachtingen? Ik ga niet met grote verwachtingen naar dit toernooi. Ik wil gewoon goed judo laten zien, mijn eigen ding doen. En als dat goed gaat, dan komt het resultaat vanzelf. En wanneer ben je dan tevreden? Als ik op de mat gewoon mijn eigen ding heb gedaan. Niet te veel laten afleiden, goed geconcentreerd. En dan komt het goed. En heb je er ook een beetje zin in? Ja, heel veel zin in.